Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar mijn tweede vlogmasdag video. Het is vandaag zondag 3 december. En gisteren heb ik mijn eerste vlogmas gefilmd in het nieuwe huis. Echt super leuk. En vandaag ga ik dus de tweede video opnemen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als je er zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is dus vandaag zondag. Ik heb lekker weekend. En zoals jullie zien moet ik mijn make-up nog doen. En toen dacht ik, ik ga gewoon nu mijn make-up op beeld doen. Dus dat ga ik nu doen. Ik doe altijd even een haarbandje in. En ik ben echt heel wit. Zoals jullie zien. Maar ik wil dus eigenlijk niet meer naar de zonnebank toe. Ik laat het gewoon en ik doe gewoon mijn foundation even wat, wat meer aanzetten. In ieder geval, gisteren is dus mijn eerste vlogmasdag video online gekomen. En die komt dus straks voor jullie online op 2 december. Zeg ik dat goed? Ja, want ik heb 1 december dus niet gefilmd. Maar ik dacht ook, ja, het is ook stom als ik heel vlogmas niet ga doen. Omdat ik 1 dag niet heb gefilmd. Dus ik dacht, nou ja, dan doe ik dat gewoon. Ik heb mijn gezichtsverzorging heb ik al gedaan. Maar in ieder geval, gisteren hebben we het eerste deel van het huis geverfd. Ik ga namelijk samen met mijn vriend wonen. En we hebben donderdag 30 november de sleutel gekregen. En we moeten dus alles verven. Dat had ik volgens mij niet gisteren uitgelegd. Maar misschien ook leuk om de vlog van gisteren te kijken. We hebben dus vinyl behang op de muren. En dat is dus een beetje verkleurd. Het is echt een beetje gelig. Dus daarom willen we dat er, ja, we willen het er niet van afhalen omdat het een huurhuis is. Maar we willen het gaan verven. Dus we hebben verf gekocht en we zijn dus gisteren begonnen met verven. We hebben de keuken, woonkamer en de slaapkamer gedaan. En vandaag gaan we de andere helft doen. En dan hopelijk is het verven vandaag klaar als het lukt. Zodat we gewoon de rest van de week kunnen verhuizen. Even een klein beetje concealer op. Oh ja, en waarom ik mijn make-up doe is omdat ik denk, dan voel ik me gewoon lekker voor de dag. Zo. Het is natuurlijk niet nodig met verhuizen, maar ja, maakt niet uit. Ja, zodat we dus volgende week gewoon verder kunnen met echte spullen verhuizen. Het wordt wel lastig, want ik werk natuurlijk 5 dagen per week. Ik sta 5 dagen voor de klas, voor groep 8. En ja, dan maak ik gewoon natuurlijk werkdagen van 8 tot 5 ongeveer. Dus het wordt dan wel lastig om mijn spullen te verhuizen. Maar ik moet gewoon eventjes kijken dat het lukt. Mijn vriend die werkt dus ook 5 dagen in de week. Nou, eigenlijk 7 dagen. Dus we moeten gewoon eventjes kijken hoe we dat gaan doen. Maar anders gaan we gewoon in de avond spullen verhuizen. Zo, even kijken of het er allemaal goed op zit. Zo, mijn foundation zit erop. En vandaag komt de koelkast en de droger komt. Die hadden we... Hebben we besteld bij Coolblue op Black Friday. Dus dat is wel heel chill. Want we hebben hem ook. We gaan hem gelijk laten installeren. Dus dan hebben we een koelkast. En dinsdag komt dan de eettafel en het bed. Dus dat is ook heel erg fijn. Dus het is nu gewoon eventjes kijken van wat we vandaag afkrijgen. En of we dan wat spullen kunnen verhuizen. Gisteren vroeg ik ook al in de vlog. Want ik ga natuurlijk elke dag een video opnemen. Of er speciale dingen zijn die jullie graag willen zien. Want omdat ik elke dag ga filmen heb ik natuurlijk ook wel tijd over. En zeker zijn er mensen die het leuk vinden wat ik voor de klas doe. Of in het nieuwe huis. Dus laat dat dan vooral weten. Of als jullie vragen hebben. Want het komt natuurlijk gelijk de volgende dag online. En ik ben met de eerste video eigenlijk best wel blij. Want ik had ook nog wat oude beelden. Ik doe gelijk ook eventjes wat blush op. Ik doe de blush van NARS. En ik had een bronzerstick. En deze bronzerstick is van... Waar was deze ook weer? Van Fenty Beauty. Het zijn echt hele fijne producten. Ik gebruik nu echt al een jaar bijna dezelfde producten. Die bronzer is wel nieuw. Maar mijn foundation en zo gebruik ik echt al heel lang. Ik dacht misschien is het ook wel leuk om vandaag even een house tour in de video te doen. En dat had ik dus wel al gefilmd. Dus misschien... Dat ik dat er vandaag even tussen doe. Zodat je een klein beetje weet hoe het huis eruit ziet. Nou, de cream producten zitten erop. Wat ik dan altijd doe is Laura Mercier. En dan doe ik de poeder op. Deze vind ik echt mega fijn. En dat doe ik met zo'n sponsje. Die heb ik volgens mij van Shein. Of van AliExpress. En dat doe ik dan een klein beetje onder mijn ogen. En ook op mijn voorhoofd. Want dat zijn eigenlijk de plekken waar ik heel erg ga glimmen. Nou, dan nog een klein beetje bronzer eroverheen. Ik moet echt een nieuwe bronzer, maar ik wil heel graag die van NARS. Alleen hij is steeds overal uitverkocht. Dus ik moet even kijken hoe ik eraan ga komen.
Misschien via Lookfantastic, maar ik zag dat hij daar ook was uitverkocht. Dus dat moet ik eventjes opzoeken. Want ik heb er nu een van Naked en die vind ik niet echt super mooi. Hij is een klein beetje oranje. En dat willen we natuurlijk niet. Zo. En ik doe nog een klein beetje blush eroverheen. Zo. Maar ik kan echt niet wachten tot we in het huis zitten en lekker de kerstboom kunnen neerzetten. En doe ik ook gelijk even mijn highlighter, want dan heb ik dat maar gedaan. Ik gebruik nog steeds MAC Soft & Gentle. Al 100 jaar. Zo. En ik doe dus ook altijd een klein beetje in mijn binnenste ooghoekjes. Nu ga ik heel eventjes mijn wenkbrauwen doen. Maar dat moet ik echt even in de spiegel doen. Nou, mijn make-up zit erop. Ik heb gelijk ook even wat fixing spray op gedaan. Ik gebruik die van Urban Decay. Die is echt mega goed. Ik ga even mijn haarband eruit halen. Bij mijn haar ga ik niet echt iets bijzonders doen. Want ik ga het toch vast doen als we gaan verven. Even wat oorbellen in. En dan ga ik naar mijn moeder. En dan gaan we samen verven in het nieuwe huis. En mijn vriend komt dat later, want die moest namelijk nu werken. En als je het leuk vindt, ik maak ook dagelijks TikToks. Ook over de verhuizing. Dus dan kan je daar ook eventjes kijken. Ik ben dus in het huis. En gisteren hebben we dit dus allemaal geverfd. In ieder geval de keuken. En de woonkamer. En ik ga dus nu eventjes kijken of er stukken zijn die niet goed zijn geverfd. Want gisteren kwamen we er namelijk achter dat er een paar stukjes niet goed waren geverfd. En we moeten sowieso nog dit muurtje doen. Oh ja, hier zijn heel veel vlekken. Dus dit moet nog wel even een keertje gedaan worden. Hier is het verder wel goed gedaan. Maar aan deze kant zitten nog wel echt een aantal vlekken. Hier ook. Dus dat moet nog gedaan worden. En verder hebben we dus ook de slaapkamer gedaan. En volgens mij zitten daar dus helemaal geen vlekken. Nee. Dus die is af. Dus dat is helemaal top. En ik ga dus nu even stofzuigen. Want om 12 uur, zeg ik dat goed? Ja, om 12 uur komt de stofzuiger. De stofzuiger. Om 12 uur komt de koelkast. Oké, ik ga nu eerst even dit stofzuigen. Want zometeen komen die spullen. Oké, ik was aan het verven en de koelkast en de droger wordt nu bezorgd. Dus ja, ze zijn binnen. De koelkast, heel mooi. Maar hij is al echt groot hoor. Echt heel groot. Heel mooi. Jongens, dat zijn schat. Ja, juist. En de vriezer. Zo, echt veel ruimte ook. Dit is nog frozen, hè? Terwijl hij vriest niet, hè? Nee, dus hij ontdooit. Nee, no frost. No frost. Dus hij ontdooit vanzelf. Ik heb speciaal gekozen, je hoeft het ding dus niet te ontdooien. En een nieuwe droger. Echt toppie. En dan gaan we daar tussen waarschijnlijk. Dat wil jij niet, de prullenbak. Ik weet niet, dat lijkt me een beetje vies dat je de prullenbak openmaakt naast de koelkast ofzo. Waarom? Dat heb ik nu toch ook? Wie wat waar? Ja, mijn huis. Dit stukje moet nog geverfd worden, dus dat ga ik nu doen. Je had hem niet opengemaakt, schat. Je had ingedrukt, hè? Ik ben er niet. Ik niet. Wie had het ingedrukt? Ik heb niks ingedrukt. Jij weet dat? Het staat op film. Wie had het ingedrukt? Jij. Niet liggen. Oké, bon appétit. Ik ga eerst even lekker eten. Lekker broodje kroket. We hebben drie verschillende kroketten. Ja. Oh ja. Oh, ja. Zo, lekker eten dit. Ja, het is dat rundvlees. Wil je ook?
er moet nog één kamer geverfd worden en dan zijn we dus klaar. Alleen tape was op, plastic was op en wat is er meer? Geen idee, maar ik ga dus nu heel even snel naar de Gamma om dat te halen. Dan kunnen zij verder verven en dan is het gewoon bijna klaar. Dan zijn we gewoon vandaag klaar met verven. Het hele huis plus plafond, echt top. Dus ik ga nu even snel naar de Gamma toe. Oké, nou, de camera lag echt de hele tijd in de auto. En ik had geen zin om hem te halen. Maar we hebben dus alles geverfd. Dus je ziet het ook totaal niet aan mijn gezicht, aan mijn handen. Maar we hebben dus alles geverfd. En we hebben ook gelijk een klein beetje opgeruimd. We gaan dus nu gelijk even stofzuigen. Echt geen zin in, maar ja. Dan hebben we het maar gedaan. Oh, mijn camera is heel erg beslagen. Oh. Hij lag in de auto, dus misschien is hij een beetje bevroren. Nou, in ieder geval gaan we dus nu gelijk stofzuigen. En daarna dweilen. En deze kamer is al gedaan. En dit wordt dus onze slaapkamer. Hier komt het bed. Dus dat is wel heel leuk. Hier komt het bed. En dan hebben we hier hebben we ook de wc, hebben we alles geverfd. We hebben de badkamer, hebben we boven ook alles geverfd. Zo. En dit helemaal schoongemaakt. Dan hebben we hier hebben we geverfd. Ja, dit licht doet het niet zo goed. En we hebben ook in de kledingkamer geverfd, dat is hier. Dus we hebben eigenlijk alles geverfd en we hebben ook overal het plafond gedaan. We hebben ook de gang gedaan. Dus het is nu eigenlijk nog even stofzuigen. Wat zei je, lieverd? En we hebben dus net de koelkast aangezet. Wordt hij al koud? Hij wordt nog niet koud, hoor. Hij is een keer groot, dat is niet goed. Ja, het sneeuwt, ja. Het is echt koud. Hoe laat is het nu dan? 6:30 of zo? We gaan nu naar huis. Alles is schoon. Behalve mijn lichaam. Dankjewel, Jo. Echt niet normaal.